Hallo allemaal, welkom terug bij deel 5. Steve, jij moet ook je werk nog doen. Zo. Nou, zijn ze allemaal druk bezig. Ja, en nou het niet gaan hoe het moet je je eigen lullen, ja. Ik ga een paar koffie zetten. Oh ja, maar er eentje heb ik er al vanaf, die zal ik om gaan aanvoeren. Hallo, wat zeg ik je? Ze gaat meteen aan. Oh, wacht even. Je bent volgens mij weer klaar met je werk. Ja, oké, sorry. Maar ik zei toch, ze is klaar met je werk. Ze gaat naar beneden, ze gaat aanboeren. Ik wist het. Zo. En ik zal even doen wat ik zei. Even twee computers neerzetten. Maar ik denk dat hier geen computer kan. Dus ik kan er hier eentje. Eén bank kan sowieso weg. Zo, dan is die deur vrij tenminste. Ik wil van het recyclen zijn dat als je een Sims zijn werk moet doen, dat een ander echt in de computer gaat duiken. Dus ze krijgen ook allemaal hun eigen computer. Deze is voor de dames. Iedereen behalve Jennifer. Iedereen, behalve Claudia. En behalve Regina. En Steve. We gaan het over iedereen, behalve Steve. Zo. Hé, hey, deze computer staat trouwens van de muur af. Zo. Ga jij doen. Dansen. Zij is met zijn huiswerk bezig, is dat je laatste? Mag het wel hopen? Ja, oké. Okay. Dan heb je echt al je huiswerk gedaan. Nu zit op 50%, dus dat is mooi. De prestatie heb je al gegeven, dus dat is ook prettig. Nee, zij is, heb 750 smallies gekost omdat ze hier op school verder ging. Materialistische les, ja. Ja, Steve is een materialist. Materialistisch als pakket.
Oh, mijn koffie. Zo, hè. Je hebt het juist er ook klaar, neem ik aan. Voltooid, 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 voltooid. Ja, heel mooi. Nou, de volgende, de vier doe ik twee vakken en twee bijvakken. Kijk of dat, ik laat ze weer erop liggen. U bent aan het surfen. Okay. Jij hebt ook je werk ook. Ja, perfect. En jij hebt je werk ook gedaan. Ja, en jij hebt je jullie dingen zo gedaan. Ja, nou, daar zijn we hartstikke blij. Ik ben morgen lekker aan de bak. Ik denk dat ik morgen weer wel meega. Middag en dag. Ik ga zaterdag geen bal doen. Waar is ze? Want ik wil even de tanden verwisselen. De tanden veranderen. Oh shit, Fred is een cheat-to-stroom. Dat geloof ik niet. Oh, latte. Of wel. Tanden? Nee, dat gaat niet. Ah. In de Sims 3 heb ik een mod, dus die zet testing cheat enabled, true, automatisch al aan. Blijf hier. Flikker op het je. Drove in.
tanden. Waarvoor kan ik de tanden nou niet wijzigen? Wat is dat voor gefuck? De groeten. Daar heb ik geen zin in, dag. Het is altijd wat met die zeems. Echt waar. En dan hebben ze het erover dat de Sims 4 bugs hebben, maar de Sims 3 heeft ook bugs. Ik was vanmiddag aan het spelen en met twee Sims willen we zitten elkaar te zoenen. De een die houdt de handen voor de hoofd, die andere hand houdt hand voor de hoofd. Dus ze staan niet eens tegen elkaar aan, maar van elkaar af en zitten te zoenen. Ja. Ik heb zelfs een Sim dood laten gaan. Ze had slaap. Ik zeg, tot 6 keer en toe gaan slapen. Ze weigert het. Ik zeg, goed, dan ga jij dood van de honger. Poef. In de symmetrie gaat het nog wel zo makkelijk. Oh ja, dan moet ik ook nog een 4 uur doen. Ja. Dat, zeg maar, dat ga ik of Kim doen. Dat ga ik vandaag niet doen. Dat doe ik in het weekend wel weer, want dan heb ik meer tijd. Er gaat zoveel tijd in zitten. Zeker voor 4 sims. Ah, misschien cheat ik het wel. Ja, boos. Dat is een klote quest. Ik heb wel laten gevonden hoe om het te doen. Dat te doen, want dan moet je aan je kop. Moet je een kist kopen en dan moet je van papieren moet je erin laten sluimeren. Maar dan moet je er wel volle stats geven. Want het voordeel is, de stats neem je niet af als het dan ligt te sluimeren. En dan laat je er 20 dagen, wat doe je dat niet? Elk dingetje wat maar negatief is, dan reset hij zichzelf. Of ze ruzie hebben, of ze hebben honger, of ze voelen zich vies, of ze vinden het smerig, of ze hebben ruzie, maakt niet uit wat. Of ze staan in de zon, bijvoorbeeld. Dus ik heb 10 dagen en toen ging de teller terug naar 0. En toen had ik het uitgevonden met de kist. Ik denk, ach man, ik heb mijn geld wat talent in de besparen als ik het zo had gedaan. Dat is voor iedereen. Nee, jij hebt hem niet. Jij hebt hem niet, jij wel. Ja, hoppakee. Ik speel liever niet off-cam. Want ik vergeet dan altijd als ik hem weer ga spelen, moet ik hem op de camera te zetten. Ik vergeet ook mee. Ja, hartstikke mooi. De route. Hey, uit. Zo. Jij met je mis op het strot, groot toch op. Dat is natuurlijk allemaal beneden. 1, 2, 3, 4, ja. En je ziet, ze zit achter de eigen computer. Want ook als er visite komt. Het eerste wat ze doen is achter de computer duiken. Ja, nu kunnen ze het proberen, maar ze kunnen er toen niet in. Dus, alhoewel, de Sims hebben wel bijvoorbeeld om te hacken. Kunnen ze dat. Hey, waarom ben ik niet meer hacken? Ik heb die nog wel geïnstalleerd. Oh, dit is jouw computer daadwerkelijk. Ja, maar ze kunnen niks anders doen.
Nee, maar dit is haar computer, daarom stonden ze er zoveel opties. Dat ik zei, deze gaat ook niet. Deze gaat ook niet. Dus die townies hebben er ook geen zin in om rechter te duiken. Want ik vind het zo belachelijk. Dan komen ze op visite en dan gaan ze achter de computer. Nou, leuk dat je op visite komt, maar voor wie kom je? Voor mij dan voor de computer. Daarom ben ik niet zo snel met mensen uitnodigen. Ook niet in het echte leven, daar niet van. Lekker. Zolang ik mijn koffie en mijn computer heb, ben ik tevreden. Neem een thee, ik heb de tekering, zo heet dat. Nee, dat hoef ik niet. Als ik kleding wil maken. Oh, je moet over een uurtje alweer naar school. Goede vrienden geworden. Ja, fuck off. Ja, oké, interessant. Maar ze hebben alles klaar. Ik heb geen huiswerk hoeven te cheaten vandaag. Dat moet ik alleen als die prestatie komt. Want je hebt zelf gezien hoe lang dat duurt, zo'n presentatie. Dat is abnormaal. Hé hey, ja, ik had hem de eerste dag kunnen maken. Dan had ze wat, een uurtje of twee meer vrij geweest. En dan had ik het de volgende dag weer moeten doen. Had ze weer eraan gegaan. Had ze weer twee uurtjes eerder. Had ze er ook weer twee uur aan besteed. Nu heeft ze alles in één keer klaar. Dat ze de volgende dag had ze er geen werk meer aan. Want ze moest ook nog huiswerk maken vandaag. Dus. Al is het vrijdag. Ik laat ze alle hun huiswerk maken wat ze hebben. Want dan hebben ze het hele weekend. Dan hoeven ze niks anders te doen. Want anders moeten ze een weekend weer verpesten aan hun huiswerk. En ik ben vandaag zelfs, en nu zelfs zo, dat ik hun werk in s'avonds laat doen. Laat ik meegaan. Gisteren moest ik Steve en zo zeggen dat ze vampier gaan. Moest ze gewoon zoeken op de computer. En wat ik leuk vind van de Sims 3 is het stadsscherm, dat je die dingen moet zoeken. Even kijken, wat moet je studeren voor de taal? Dat heb ze al gedaan thuis. Nee. Nee. Ah, fuck, hoe deze was het ook alweer? Oh, wacht, je boek. Hoe kun jij studeren voor tentamen? Oh, beneden de computer. Universiteit. Nee. Meer. Ah, Merkertool doet het wel, dus. Oké. Middelbare school. Studeren voor tentamen. Oh, je was al onderweg. Hey, daar ben ik blij mee. Ik weet dus altijd achter de computer wil duiken, dus ik was al, maak me dan geen zorgen. Maar ik sta net te denken, let op, en nu doet ze het niet. Maar ze deed het wel. En ze was als eerste, want anders zit er altijd weer iemand anders, want ze zetten maar drie computers neer. Oh, je moet even trainen. Met borst vooruit rennen. Oh, ongeval wegvervoer, admiraal Ruitenweg. Dat is heel dicht bij mij. Oh nee, deze is wat verder weg, een kilometer. Maar hier hebben we ook een admiraal Ruitenweg. Die is heel lang. Oké, kom op. Train. Niet bla bla bla, niet bla bla, niet bla bla. Hier ben je zo. Op niveau 5. Zo, hoe lang moet ze trainen zeg? We hebben nog maar 38 minuten. Ja, stop maar, je hebt het gedaan. Naar je klas, anders kom je te laat. Stop nou.
Dat vind ik zo stom. Je krijgt een opdracht in een ritje niet eens om het in te vullen. Waarom heb ik hem gecheat? Dat vind ik belachelijk. Want ze moesten wel erg lang op rennen voordat het een keer voor ingevuld werd. Bedrijfskunde les. Ook met al die vakjes op het bord. Ja. Ja. Post iets. Waarom gebruik je post-its? Je hebt ook magneten. Ja, dit is de baas. Dit is de onderdirecteur. En voor de rest de chef, et cetera. De baas belt hem, hij 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 belt hem. En dan zo loopt het door. Oh, sorry, ik was met al iets anders bezig. Ja, oké. Je hebt er zin in vandaag, je lacht. Wat is dat? Oh god, ze is fruitig. Nee. Oh, je hebt zo meteen 3 uur pauze, misschien dat je in de douche kan. Ja, ik klik hem nou nog niet aan. Dan gaan ze nu. Ja, er zijn toch vampieren, dat jullie hoeven niet te eten. Ik heb jou geen supersnelheid gegeven. Chips. Ik moet je weer even in de familie gedaan zo meteen, zodat ik je dat supersnelheid geef. Dat zijn 2 dingen die activeer ik als eerste bij mijn Sims. Die supersnelheid en tegen de zon bestendigd. Ik had zelfs een video online gezet. Dat was ook een LP die ik deed. En kocht ik op voorhand kocht ik al dat ze tegen de zon konden. Ik heb dat ook gezegd in die video. Ik zeg, en de punten die ze behalen, hou ik er meteen vanaf. En het ging om iets van 12 punten. Een gezeik dat ik aan het vals spelen was met die skills. Ik heb die video meteen maar offline genomen. Ik denk, de goed. Ik heb gezegd dat ik het zou doen. Ik heb ze geen punt in andere dingen laten steken. Zodra ze 4 punten hadden, had ik hem weer op 0 gezet. Dat heb ik 3 keer gedaan, heb ik die 12 afbetaald. En toen was ik weer verder gegaan met hun skills aan te zetten. Ik heb het specifiek gezegd. En nog gaan ze lopen zijn. Dus daarom zeg ik vertel ook niet eens meer hoe ik het gedaan heb. Want ik weet, je krijgt alleen maar gezeik over. Nou, je hebt net genaaid, dus je bent daar nou niet meer verruitig. Kom op. Zo. Nou, daar hebben jullie een uur over gedaan. Oh, ik moet je vinden familie. Oh. Hey. Nee, 0. Nee, even eerst aan de familie. Zo, kunnen jullie weer gezeiken? Dat ik de voorrang geef. Ze heeft supersnelheid. Ach, dat ben jij niet. Cassandra. Hallo. Oh, wacht hier. Ik heb ze al gedaan. Zo. Supersnelheid. Mistvorm. Boven natuurlijke snelheid. Waar ben jij? Daar. Vampier. Vampier is loopje inschakelen. Kawoes knam. En uit de vampier moet je niet verwijderen. Zo. Waarom ben jij in beeld? Hey, ze zitten in 2 verschillende scholen dus. En toch zien ze elkaar. Want ik was thuis en ik denk, hé?
Ah, ze is gewoon thuis. Nee, niet. Ik zei dat ik naar haar wilde. Oh, ik heb het verkeerde zin geklikt waarschijnlijk. Kan zijn. Ik moet het ook niet op school, maar ik had het gewoon te uitnodigen en thuis moeten doen. Je hebt een pauze, hè? Ja, kijk. Waarom ga je niet met juf spelen? Oh, dat wil je niet. Oh, oké, dat doe je wel, oké. Zo, het valt me nog mee dat je niet achter de computer gaat. Nou, het is wel goed voor je, hoe heet het? Charisma. Oh. Zo, dat was weer een bakje foefie. Je naggie? Ach, het is helemaal geen 10 uur, ik kom het dan erbij, het is 7 uur. Ik schrik me rot, ik denk dat het nou 10 uur is, het is nog zo licht. Het is 1949. Zondag 7 augustus. Zie maar, hij is zo te helemaal te... Oh, shoot. Hoe lang is deze video dan nog gaande? Nou, nog 11 minuten, dan stop ik er. Want het is 8 uur. Want daarom ben ik lekker niet aangezet. Ik denk, wat ik 10 uur... Ga ik toch naar mijn bed? Ik dacht echt dat het 10 uur was, joh. Oh, wat lekker. Ik heb nog even. Oh, uiterlijk maandag moet je punishet geleverd. Yeah! Volg je pakket. Ja. Oh, weer via GLS. Ik heb zo'n hekel aan die vervoerder. Tussen 5 en 9 s'avonds, dat is mooi, want dan ben ik op tijd thuis. Hahaha, dan krijg ik een pakketje. Oh, die kan ik overmorgen gesnecht maken. Dat panier wat ik daarvoor gebruikte, was een van de keramische plastic of wat er ook zit, die was afgebroken. Dus telkens kon je die panier oppakken, omdat het ding gloeiend heet was. Maar die was afgebroken, omdat die panier op de grond is gevallen. Volgens mij zit jij al in de klas. Ja. Maar nou is het jammer, want ik wilde haar ook zien dat ze supersnelheid heeft. Ze hebben ook allemaal verschillende kleuren schietjes. Nou, ze tegenwoordig zitten ze met pads en laptops en weet ik veel wat allemaal. Helaas was dat niet in mijn tijd. Oh, wat is, oh, geweldig zeg. Hey. Ik heb ook niet zo'n mooie handschrift, dus we staan te lezen. Mijn handschrift is wel te lezen, maar het is niet netjes. Het zijn boekenpoten, zoals ik het noem. Ik moet iedere week mijn urenlijst invullen en ik heb nog nooit klachten gehad dat ze het niet konden lezen. Dus. Zo erg is het nou ook weer niet, maar het is niet netjes. Ik werd vroeger altijd door de meisje op mijn vingers getikt omdat ik met links schreef en moest met rechts. En ik heb het altijd volgehouden met links te schrijven. Ik kon rammen wat hij wilde. Nada. Altijd links geschreven. En nog steeds, ik kan niet rechts schrijven. En het was altijd wel leuk. En dan schreven we met een kroontjespen. Hey, naar huis. Huh? De tijd nu al? Zo snel? Ja, oké, okay, heel goed. Naar huis. Wat was jij aan het zeggen? Oh, dan moet ik de video terugkijken, ik weet het niet meer. Ja, oh, dat is linkspotig was, ja. Oh ja. En dan, jammer, je zit al een beetje elop, een beetje pols in de inkt. Nee, want elke keer als ik een woordje schrijf, gooi ik mijn vloeipapiertje erop, zodat de inkt opgezogen werd en dat er genoeg inkt overbleef om te schrijven. Dan ging ik verder schrijven. Dat duurde wel wat langer, maar ja, zo heb ik het me eigenlijk geleerd. Ik heb
Ik ben de enige in de familie die links schrijft. En rechts denkt. Dus het een houdt het ander in het verband. En mensen kijken altijd heel raar op me. En schrijf jij met links? Voor mij is het de mooiste dingen in de wereld. Ik ben ook trouwens voor 48 uur geband op Facebook, omdat ik had gezegd, er waren gasten die wilden de politie aanhouden, hebben die gasten hebben op een scooter, hebben ze die agent aangereden, heb ik alleen gezegd, moest ze even op een treinrails leggen, wacht op de Intercity, over. Nou, dat heeft 2 dagen geduurd en dan hing er een band op mijn broek, aan mijn Facebook account. Dat maakt mij niet uit, dat is mijn 4e al, dus... Ik heb al, de tweede keer was dat, had ik gewoon op wat geschreven, ik weet niet meer wat het was, op de uur een band van 12 uur. Nou, makkelijk. Ik zit toch niet zo vaak op Facebook, dus mij boeit het niet, maar ik kwam erachter, omdat ik op mijn werk, schrijf ik altijd op Facebook voor iedereen die op mijn Facebook zit, prettig weekend, en ineens krijg ik een bericht van, uw account is bevroren. Ja. Het ging over 3 artikelen waar ik op gereageerd had. En allemaal met degene dat ze dood moesten. Ja, sorry. Als hun slecht mogelijk zijn, dan hoeft helemaal geen politie aan te pas te komen. Gewoon doodmaken, klaar. Dat is mijn wet. Als ik het voor het zeggen had in Nederland, dat de criminelen geen schijnvakantie gaan. Echt niet. Ik had het al in de kiem gesmoord. En dan kunnen die gasten van de mensenrechtenorganisaties gaan stateren. Ik ben de baas, ik zeg hoe het gaat. En ik zal altijd zo blijven reageren op Facebook. Of ik nou geband word of niet, boeit me niet. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ken ik nou wel mijn Oculus Quest dingetje met VR-bril op? Even kijken hoor. Of ben ik daar ook op gepinkt? Metadata. Nou ja, als het goed is... Facebook losgekoppeld nu van Oculus. Sabine, Sabar, Torki, Shuksa, Zoo, huh? Even duurt het nog tot stand bij. Hallo. Oh, nu met Joy-Con chillen. Ja, ja. Oh, de verkeerde moet de witte hebben. Oh, ze beginnen te trillen. Zappis, Moochie Peachy, Benji, Shade, Simona Cero, Florid Essie, Franca, Hispot, Chris Larkin. U bent gebind. Nee, ik kan ook doen met vier. Daar baal ik wel voor. Porno Oops, Whip Chard, Sabine. Facebook is nog niet van Oculus losgekoppeld. Nou ja, vandaag, het is na nog 12 uur geloof ik. Ik ben er eigenlijk niet op. Waarom ben ik nog gebind? Bixby. Oh. Hi Bixby. Open Facebook. Ja, account is beperkt gedurende de 18 uur.
Die vorige berichten deden niet aan onze richtlijnen voor de community, daarom kun je onder geen berichten en opmerkingen plaatsen. Je opmerking is in strijd met onze richtlijnen voor de community. Je opmerking is in strijd met onze richtlijnen voor de community. Je opmerking is in strijd met onze richtlijnen in de community. 12 maart, 27 maart en 5 augustus. Dus jullie gaan nu pas reageren op iets wat ik in maart heb gedaan. Maart, april, mei, juni, juli, 5 maanden. Kijk, dat je die 5 augustus, ja, dan weet ik dat er nog wel een ben aankomt. Want ik heb verleden week heb ik nog een opmerking gemaakt over iemand dat het ook zou gaan over een pedofiel. Dus, ik wacht vol verwachting uit naar nummertje 5. En volgens mij is dit het einde van dit deel. Ah, bijna. Oh, maar Veja doet het wel. Hey! Nee, mijn VR doet het zelf. Mooi. Ga maar uit. Niet dat het een probleem was. Quest 2, want ik heb de Oculus Rift heb ik ook. En ik heb nog twee andere VR-brillen van Oculus ook. En die zit dus niet aan Facebook gekoppeld. En toen was Facebook nog niks. Oh, dan weet ik wat het is. Dat was wel rond de tijd van maart. Ik was zo boos op Facebook dat ze. Dat ze me geband hadden omdat ik op een. Ik had gereageerd op een pedofiel. Ze moeten een Amsterdammetje in zijn reet douwen. En genoeg doortrekken dat ze hersenen eruit komen. Ik werd niet geband. Dus op de duur begon ik te schrijven: van Facebook is een partij voor pedofielen, voor verkrachters, voor moordenaars. En dat zijn precies die drie die dus nu genoemd worden. Maar dan zeg ik, dan word ik volgende week weer geband. Of volgende maand. Ben nummer 5. Hey, we zitten niet beneden. Wat? Zien jullie ziek? Ja, Melvi Duba. Jullie zitten boven. Zien jullie jou maar? Helder in het kamertje. Oh. Tot de volgende aflevering. Sorry dat je zo lang bent, maar ik was even de tijd. Sorry.